Door de oprichting van Cinecentrum is de radiostad Hilversum nu ook een filmstad geworden. De Haarlemse filmmaatschappijen Polygoon en Multifilm en de Haagse ondernemingen Profilti en Interfilm, die elk afzonderlijk uit hun behuizingen waren gegroeid, hebben hun gezamenlijke apparatuur aangevuld met de modernste machines en installaties in dit nieuwe filmcentrum geconcentreerd. Dankzij deze centralisatie is de totale productiecapaciteit van de bedrijven aanzienlijk toegenomen. 100.000 meter film verlaat elke week dit moderne laboratorium, dat onder andere beschikt over 3 studio's met een uitgebreide apparatuur voor het maken van geluidsopnamen, zowel langs magnetische als fotografische weg. Het nieuwe Cinecentrum, dat niet alleen op de binnenlandse behoeften is afgestemd, maar tevens in het verband van de Euromarkt werkzaam hoopt te zijn, werd tijdens een bijeenkomst in de grote filmzaal officieel geopend door de loco-burgemeester van Hilversum, de heer Vorstman, in tegenwoordigheid van commissarissen en directieleden en van vele prominenten uit film- en bioscoopbedrijf. De heer Vorstman besloot zijn openingstoespraak als volgt. Leden van de directie, evenals wij overtuigd zijn van de durf, de energie en het wijsbeleid van uw colleges van commissarissen en directie, zo zijn wij er ook van overtuigd dat de toekomst zal uitwijzen dat het een daad van juist beleid is geweest van het gemeentebestuur vergunning te hebben gegeven tot vestiging. In deze gelukkige overtuiging wens ik u van harte geluk met wat u tot nog toe bereikt hebt en verklaar het laboratorium voor Cinecentrum geopend in de hoop en de zekerheid dat het een grote toekomst tegemoet gaat.